Henk van Stee, jullie hebben een dubbelslag geslagen. Alberto en Rai, allebei van NEC overgekomen. Wat voor jongens zijn dat? Nou, Rai stond al op het lijstje als wij in de Eredivisie zouden spelen. Rai is gewoon een multifunctionele aanvaller. Ja, een hele creatieve speler die uit de niets een wedstrijd kan beslissen. Maar met name dat hij gewoon aan de rechterkant, de linkerkant en achter de spitsen kan spelen. En, met Rai haal je heel simpel je doelpunten binnen. En zo zit ik er altijd in. En Suwendli Alberto, die afkomstig is uit de Sparta-jeugd via PSV en NEC, halen jullie hem weer terug? Ja, het is zo dat wat ik heb begrepen wilde zijn verleden jaar terughalen. Maar toen heeft hij voor NEC gekozen, omdat ja, dat zal waarschijnlijk met de financiën te maken hebben. Nu had hij een clausule in zijn contract en wilde absoluut naar Sparta terugkomen. Ja, een jongen die natuurlijk een linksbenige centrale verdediger, die fysiek heel veel kan brengen. Maar ook nog heel veel mogelijkheden doorgroeien heeft. De jongen die alle nationale helft heeft gespeeld van de onder 14 tot en met de onder 21. Ja, wij denken, met name Henk Vrees en ik, denken dat daar nog heel veel rek in zit. En dat zal de toekomst uitwijzen. En met het binnenhalen van Rahi, een speler die met name links voorin uit de voeten kan. Betekent dat dan dat Emiel Hansson van Feyenoord definitief niet komt? Ja, dat klopt. Het is een goed ventje, talentvol het jongetje. Maar ik vind nog steeds, als je een speler huurt van die leeftijd, dan moet hij spelen. En als je denkt van, nou, de kans is toch klein dat hij aan spelen toekomt, dan moet je je eigen jongens, je eigen jeugdspelers de kans geven. Dan moet zo'n jongen niet op de bank terechtkomen. Jullie zijn erg bedrijvig op dit moment. Wat wil je er nog meer bij hebben? Ja, ik zou nog wel een centrale verdediger erbij willen halen met ervaring. En ja, ik zou heel graag nog een centrale middenvelder hebben met de nodige ervaring. En ja, daar gaan we naar de komende week mee aan de slag. En dan zou de selectie toch nu al rond zijn, want jullie zijn nogmaals bedrijvig. Ik zie met name Twente, Roda, misschien jullie concurrenten. Daar hoor je nog weinig. Ja, maar oké, maar dat is hun pakje aan. Wij weten wat wij willen. Wij willen absoluut zorgen dat we mee gaan doen voor de prijzen. Ja, de doelstelling wordt minimaal het bereiken van de play-offs, dan weet je het nooit. En dan de winterstop gaan we misschien wel de doelstellingen bijstellen. Kortsmit is er vandaag weer, Chabot is er niet. Die is ziek. Blijven zij allebei? Ja, Kortsmit blijft zeker. Chabot, ja, dat weet je niet. Er is belangstelling voor hem. Dat weet iedereen, dat is geen geheim. Hij is echt ziek. Want hij ligt echt ziek thuis, kwam van vakantie gekomen en dat had een virus. Dus ja, het lijkt net dat hij niet wil komen opdraven, maar hij is echt ziek. En ja, je weet niet wat de komende weken of het überhaupt vertrekken, ja of nee. Verwacht je nog dat andere jongens vertrekken? Is er misschien wel een belangstelling voor andere talenten? Denken we met name toch aan Duarte? Nou ja, ik heb al gezegd, dat blijf ik nog steeds zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat buiten de top 3 mensen David Sokolu of Duarte kunnen betalen. Maar je weet het nooit. Ja, maar dat denk ik zelf. Van Chabot is een hele andere situatie. Dat is wat belangstelling uit Duitsland en ook uit Nederland. Ja, maar zoals altijd, iedereen is te koop bij Sparta. En als het de bedrag betalen die wij voor ogen hebben, ja, dan hou je spelers niet tegen. Tot slot, wat is de laatste ontwikkeling rond Sandro Schenk? Vorige week contract getekend. We weten allemaal dat hij niet komt opdagen omdat hij onder zijn contract uit wil. Dat hij naar Twente wil. Wat is de stand van zaken nu? Ja, de situatie is dat wij nu in overweging nemen of we gaan arbitreren. En hoe we dat gaan doen, daar gaan we vanavond en morgenochtend over praten. Ja, wij weten dat we 100% in ons recht staan en dat wij die zaak gewoon gaan winnen. En ja, daarnaast gaan we maar kijken hoe we dat gaan invullen op het moment na de arbitrage. Want de vraag zou nu nog kunnen herrijzen, willen we hem nog wel? Ja, natuurlijk. Dat heb je helemaal gelijk in. Het is een jongen waarvan we zeggen van ja, je moet hier. We hebben iedere keer gezegd van, Henk Vrees en ik hebben iedere keer gezegd, alle spelers moeten hier heel graag willen komen. Als ze niet willen komen, dan zijn we daar niet blij mee. Maar ja, dat is de voetballerij, je weet het niet.